Op dinsdagavond 12 maart hield Stichting Dorpsbelangen in de Borgstee in Harkstede de tweede bijeenkomst omtrent de ontwikkelingen van de dorpsvisie. Op deze avond werd een terugkoppeling gegeven naar alle bewoners uit Harkstede. Een terugkoppeling is altijd een beetje een eenzijdig proces, vind ik. We hebben in januari een heel mooie bijeenkomst gehad met heel veel bewoners waar we heel veel ideeën hebben opgehaald. En we hebben eraan gewerkt en ja, dit is eigenlijk een terugkoppeling van wat wij hebben opgehaald. Nou ja, er waren weinig vragen, dus dat is over het algemeen een goed teken dat het goed geland is. De dorpsvisie is opgedeeld in twee delen, korte termijn en lange termijn. Frank Zijlstra legt het verschil uit. Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben eigenlijk geprobeerd alle ideeën te filteren. En wat zijn nou echt de korte termijn projecten? Wat zijn de kleine laaghangende fruitdingen waar we morgen mee aan de slag kunnen? Dat noemen we eigenlijk de korte termijn projecten. Dat gaat het verbeteren van een verbinding, een voetpad bijvoorbeeld. Of een pad wat heel slecht is. Of een aanleg van een speelvoorziening. Nou, daar zou je morgen mee kunnen beginnen. Ja. Nou, en de lange termijn dingen, die hebben we ook veel gehoord. Ja, daarmee moeten we echt nog veel meer onderzoek doen. Van, goh, ja, wat is hier nou echt aan de hand? Hoe kunnen we dit het beste inrichten? Hebben we te maken met grondeigenaren bijvoorbeeld? Het zijn allemaal onderzoeksvragen die daar nog achter hangen. Maar het is heel duidelijk wel dat er vanuit Harkstede wel een aantal lange termijn opgaves eigenlijk naar voren zijn gekomen waar we mee aan de slag kunnen. Ieder dorp krijgt een starttarief van 20.000 euro voor het uitvoeren van kleine projecten. Maar voor Harkstede waarschijnlijk niet genoeg, verwacht Dielke Visser. De gemeente gaf dan een starttarief van 20.000 euro. Is dat genoeg? Waarschijnlijk is dat niet genoeg. Dus dat starttarief, daar kun je misschien al wat kleine dingen voor doen. Maar dat kun je ook gebruiken om nog weer andere fondsen aan te vragen. En heb je ideeën die meer geld kosten, dan hebben wij ook een jaarlijkse subsidieregeling waar mensen dan een hoger bedrag aan kunnen vragen. En wanneer heeft zo'n dorp daar dan recht op een uitbreiding van het budget? Ja, ieder dorp heeft daar recht op. Dus als ze een goed plan aanleveren, dan besluit uiteindelijk het college van burgemeester en wethouder dat kan. En er is voor ieder dorp, er is niet voor ieder dorp 2 ton beschikbaar, maar er is wel een maximumbedrag van 2 ton voor ieder dorp beschikbaar. Ook is de gemeente Midden-Groningen bezig met het opstellen van een toekomstvisie voor Harkstede. Met als doel om Harkstede aantrekkelijker en toekomstbestendiger te gaan maken. In je presentatie gaf je aan dat je een stip op de horizon wil bieden voor Harkstede. Kun je toelichten wat je daarmee bedoelt? Nou ja, ik vind het heel belangrijk dat mensen gaan dromen van waar wil je naartoe als dorp. En dat betekent dat je echt lange termijn visie moet hebben. Je kan niet alles op de korte termijn realiseren, want soms moet je ingrijpende maatregelen nemen. En dat betekent dat je daar tijd voor nodig hebt. Dus daarom is het belangrijk om die stip op de horizon te zetten. Waarbij we ook gaan nadenken van hoe gaan we daar komen. Hè? Dus ik wilde ook iets concreets neerzetten. Dus het is een visie, maar wel bepaalde concreetheid. Dus dat we echt met elkaar aan de slag kunnen. Ja. En wanneer is het, wanneer is de dorpsvisie helemaal definitief? Nou, als het dorp vindt dat hij definitief is. En dus het dorpsplan of het dorpsvisie, is maar net hoe je het noemt, is klaar wanneer het dorp vindt dat het klaar is. Wij gaan dan die uitvoeringsagenda maken om dingen ook te concretiseren die in het plan staan. Ja. En daar komt dan ook een handtekening onder van de wethouder, maar ook van het dorp, waarin we met elkaar beloven om een aantal dingen te doen. Misschien niet om te doen, maar wel om aandacht te besteden en inspanningen te verrichten om te zorgen dat de plannen mogelijk gemaakt worden.